Het is 1 uur. Dit is het journaal met Goedele Wachters. Goedemiddag. Het is geen gewoon begin van het journaal, maar he. Eindelijk. Er is een coalitie, er is een regeerakkoord. De formateurs De Croo en Magnet hebben voor elkaar gekregen wat zo lang niet lukte. Er ging nog een hele nacht onderhandelen overheen en de bevoegdheden moeten nu nog verdeeld worden onder de 7 partijen, die er dan ook nog namen van ministers moeten bijzetten. Maar 1 naam is wel al bekend. Alexander De Croo wordt premier. Hij wil verbinden, zegt hij, en respect herstellen. Goedemiddag allemaal. Welkom hier. Wij hebben de voorbije dagen, een stuk van de voorbije nachten en deze ochtend gedaan wat lang, te lang, onmogelijk leek in ons land. Een zichtbaar geëmotioneerde Alexander De Croo kondigt het lang verwachte akkoord aan. Met mooie woorden voor co-formateur Magnet. Paul, ton engagement, ton travail infatigable, ta volonté de réussir. De verwachtingen van onze burgers zijn enorm. In termen van gezondheid, uiteraard, welvaart, solidariteit, sterk en efficiënt overheidsdiensten. En wij moeten het voorbeeld geven. Dit akkoord is een startpunt. Een startpunt van een andere manier om aan politiek te doen. Met meer pragmatisme, met meer samenleving, met meer samenwerking en vooral met meer respect. Geen probleem, meneer De Croo, dat u een regering zal leiden die geen meerderheid heeft aan Nederlandstalige kant. Dit is niet de regering waar de Vlamingen voor gekozen hebben. Wel, het was denk ik niet de bedoeling om vragen te beantwoorden, maar ik ga geen vragen uit de weg. Weet u, de mensen waar ik daar juist referentie aan maakte, die zich zorgen maakten, die hun job verloren zijn, die kinderen in de scholen hebben en die zich de vraag stellen of de school morgen nog zal open zijn. Ik denk dat het voor hen weinig van belang is of er een meerderheid in ons land is of een meerderheid in Vlaanderen is. Wat belangrijk is, is dat er opnieuw een regering is die de zaken aanpakt. En die regering De Croo, dat wordt er dus een met 7 politieke partijen. De liberalen van Open VLD en MR, de socialisten van SPA en PS, de Vlaamse christendemocraten van CD&V en de groene partijen Ecolo en Groen. Goedemiddag, Bart Verhulst. Dat zijn 7 partijen dus. 4 politieke families die allemaal hun trofeeën willen natuurlijk. Zit er in dat regeerakkoord voor elk wat wils? Ja, voor iedereen iets, maar voor niemand alles. Zo werkt het altijd natuurlijk. Hè. Geef maar een paar voorbeelden per partij of per politieke familie. De lijst is absoluut niet volledig van wat er in dat regeerakkoord nu precies staat. Voor de socialisten, maar even goed voor de Groenen en CD&V, 2,3 miljard euro aan nieuw sociaal beleid. Dat gaat dan bijvoorbeeld over het optrekken van de laagste pensioenen tot 1.500 euro. Maar even goed over meer geld voor de gezondheidszorg met 4.500 extra jobs. Wordt daar gezegd. Voor CD&V daarnaast ook de afspraak dat een soepelere abortuswet niet kan, tenzij de partijen die nu in de regering zitten het daar samen over eens raken. En de voorbereiding van een staatshervorming tegen 2024 door 2 ministers in de regering. Voor de Groenen investeringen in klimaatbeleid, meer geld bijvoorbeeld voor openbaar vervoer, de spoorwegen. De kerncentrales sluiten tegen 2025 en groenere bedrijfswagens die dan wel blijven bestaan tegen 2026. Voor de liberalen, het gat in de begroting moet elk jaar een klein beetje kleiner worden. Geen nieuwe belastingen, behalve misschien voor bedrijven als Google en Facebook. Forse investeringen ook in veiligheid, justitie en politie. Hervormingen op de arbeidsmarkt, zodanig dat uiteindelijk 80% van de Belgen die kunnen werken ook effectief aan de slag zijn. En stemrecht voor jongeren vanaf 16 jaar voor de Europese verkiezingen. Kortom, iedereen content. Om 6:30 kreeg de pers te horen dat er een akkoord was. Anderhalf uur later kwamen de partijvoorzitters 1 voor 1 naar buiten. Moe, maar tevreden.
Ik denk dat het een akkoord is dat heel veel elementen bevat waar wij in ons partijprogramma hadden 14 punten. En die komen er in grote lijnen allemaal op terug. Nieuwe belasting? Dat is zeer, zeer minimaal. Dus op zich weinig fiscaliteit. Daar moeten de mensen zich geen zorgen in maken. Je zit nu in een volle crisis, dus nu moet je de bedrijven ondersteunen, mensen in moeilijkheden ondersteunen. En de eerste twee jaar zal de focus op relance liggen en bestrijden van de crisis. Al maakt zijn Franstalige evenknie toch gewag van de nieuwe belasting, een soort crisisbelasting. Personnes qui ont les plus grandes capacités contributives, eh bien, seront sollicitées par rapport aux enjeux de pandémie, par rapport aux enjeux de santé publique, effectivement. Mais ce sera quelque chose d'extrêmement limité. De SPA haalt haar slag thuis met een minimumpensioen van 1500 euro voor iedereen. Er wordt een ongezien bedrag geïnvesteerd in de pensioenen om richting dat bedrag te komen. Ja. Netto? Ja. Tegen 2024? Ja. Jullie weten eigenlijk alles al precies. Jullie weten alles al. Moet ik er nog iets uitleggen? En Groen vindt het een goed klimaatakkoord. Er is echt de kentering ingezet naar een ambitieus klimaatbeleid. Wij gaan ons ook scharen achter de Europese ambities. We zetten ons in die Green Deal. En het is heel erg duidelijk dat deze regering op dat vlak een ander pad gaat voeren. En daar gaan we ook jobs mee creëren. Ja, de inhoud die kennen we dus in grote lijnen. Bart, de premier, die kennen we ook al. Hoe zit het met de andere ministers? Wel, de namen van die nieuwe ministers die zullen we wellicht pas vanavond of misschien zelfs pas morgen vroeg te horen krijgen, want dat wordt meestal bekendgemaakt na de partijcongressen die vanavond plaatsvinden. De bevoegdheden voor de verschillende partijen, wie welke bevoegdheid binnenhaalt, daarover zitten de partijvoorzitters op dit moment opnieuw samen met de twee formateurs. Als dat rond is, dan volgt er misschien nog een persconferentie. Dan heb je dus vanavond die partijcongressen waar de leden van die zeven partijen ja mogen zeggen op toetreding tot de regering. Morgen om 10 uur legt de nieuwe regering dan de eet af. En daarna zal premier De Croo zijn regeerverklaring afleggen in het Europees Parlement. Om het corona veilig te houden gebeurt het niet in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Overmorgen is er dan debat over die regeerverklaring en zaterdag stemming over het vertrouwen in de nieuwe regering. Ja, en ondertussen wil ik nog even terug naar die verklaring van de premier in spe rond 11 uur deze morgen. De Croo sprak van samenwerken, weg van de hardheid, respect voor elkaar. Dat klinkt natuurlijk mooi, maar zal het werken? Zal het hem lukken om dat te bewerkstelligen? Ja, dat zullen die zeven partijen en die regering geheel en al aan zichzelf te danken hebben of als het lukt of te wijten als het mislukt. 2014 bijvoorbeeld werd gezegd toen de liberalen met CD&V en N-VA een regering vormden. Ja, dit gaat werken, want dit is een logische combinatie. Het zijn allemaal centrumrechtse partijen. Maar we zijn geëindigd met veel ruzies en met een val van de regering. Nu hebben we misschien een minder evidente combinatie, maar wel een waar de Franstalige socialisten al sinds de dag na de verkiezingen in mei 2019 op zitten te wachten. Een regering die geleid wordt door de liberalen. Een regering waar ook de Groenen voor het eerst in bijna 20 jaar opnieuw in zitten. Die zijn 20 jaar geleden wel niet goed bekomen, want ze zijn daarna uit het parlement gevlogen. Dus ja, voor elke partij is er wel een uitdaging om het goed te doen. Misschien nog het meest voor CD&V, die het minst gemakkelijk zit en die het langst gehamerd heeft op een regering met N-VA, die er nu niet bij zijn. Oppositie zal het de regering alleszins niet gemakkelijk maken. Wellicht bestrijden op twee mantra's. Ten eerste, waar is het geld? Waar haalt u het geld vandaan? Er wordt veel gesproken over uitgeven, niet zoveel over waar het geld dan van moet komen. En ten tweede, deze regering heeft geen meerderheid aan Nederlandstalige kant. Met andere woorden, kan je dan zeggen, dit is niet waar de Vlaamse kiezer voor gekozen heeft. Maar wat die Vlaamse kiezer daar zelf van vindt, dat zullen we weten in 2024. Bart Verhulst, dank je wel voor al je uitleg. Al op onze website zijn nog veel meer details te vinden natuurlijk. Maar dank voor nu. En het wordt wennen dus, maar vanaf morgen spreken we van premier Alexander De Croo. De man werd bijna 45 jaar geleden geboren en hij was echt in de wieg gelegd om op het hoogste politieke niveau van dit land te gaan spelen. Al duurde het nog tot dik 10 jaar geleden voor hij aan zijn carrière als politicus begon. Alexander De Croo wordt in 2009 door zijn vader, minister van Staat Herman De Croo, gelanceerd. De jonge De Croo werkte voor een consultingbureau en mag het nu als politicus bewijzen. Als je ergens geboren bent, dan krijg je dat mee. En vooral iets als politiek dat zo passie gedreven is, dan krijg je dat mee.
Hij staat voor de eerste keer op een lijst bij de Europese verkiezingen van oktober 2009. Maar in datzelfde jaar wil hij ook voorzitter van Open VLD worden. Dit is wat de VLD jaren veel te veel gemist heeft. Dus een goede verkiezing met valabele kandidaten. En hij verslaat onder meer Gwendoline Rutte. Dat betekent dat de nieuwe voorzitter van Open VLD, Alexander De Croo, is. En dat is zeer uitzonderlijk voor iemand die nog nooit een politiek mandaat heeft uitgeoefend. Hij probeert de partij te hervormen, maar zijn bekendste daad als voorzitter wordt het torpederen van een regering. Letterme 2 valt over Brussel-Halle-Vilvoorde. Gemaakte afspraken zijn niet nagekomen. En daarom zegt Open VLD het vertrouwen in deze regering op. In 2012 laat hij het partijvoorzitterschap graag achter zich. Hij volgt Vincent van Quickenborne op als vicepremier en minister van pensioenen in de regering Di Rupo. In 2014 krijgt hij de bevoegdheid ontwikkelingssamenwerking. Op het internationale toneel laat hij zich soms iets meer gaan. De Croo is een promotor van gendergelijkheid. Een thema dat hij heel belangrijk vindt en waar hij een boek over schrijft. Wij laten vandaag onwaarschijnlijk veel talent, veel kansen liggen, doordat we vrouwen niet echt de kansen geven die ze zouden moeten krijgen. De Croo is sinds 2012 onafgebroken vicepremier. Nu zet hij een nieuwe stap. Ja, een nieuwe stap. Er komt dus een regering De Croo. Eindelijk, mogen we zeggen, is er een poging gelukt. Het is van 26 mei 2019 geleden dat we onze stem uitgebracht hebben. Dat is bijna anderhalf jaar of 493 dagen met pogingen en mislukkingen. Dan wonnen we en hoe dat we gewonnen hebben. De uitslag van de verkiezingen maakt een regeringsvorming niet makkelijk. Vlaanderen stemt rechts tot uiterst rechts, Wallonië links tot uiterst links. Toch ziet toenmalig PS-voorzitter Di Rupo dan al deze oplossing. Est-ce que oui ou non de CD&V, l'Open VLD, Groen et le SPA, est-ce qu'à un certain moment ont-ils la force, la volonté politique d'entrer dans un gouvernement fédéral sans nécessairement être majoritaire parmi les députés flamands? Maar zover zijn we nog lang niet. Eerst vraagt de koning aan informateurs van de Lanotte en Reinders wat mogelijk is. Het paard mag niet denken dat er een krokodil in het water zit die hem gaat opeten. En dat is een kwestie van vertrouwen. Maar vertrouwen vinden is blijkbaar onmogelijk. Er volgt een stoet aan preformateurs, informateurs en koninklijke opdrachthouders. Maar ook zij slagen er niet in onderhandelingen op te starten. En dan slaat corona toe. Ik zweer getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van de Belgische wet. Premier Wilmès mag aan het hoofd van een volwaardige, maar tijdelijke regering corona aanpakken. Al is tijdelijk een rekbaar begrip. Maar zelfs corona helpt de zaak niet vooruit. Deze zogenoemde drie koningen doen een mislukte poging om Arizona te vormen. En dan vraagt de koning aan Bart De Wever en Paul Magnet een oplossing te zoeken, maar ook dat mislukt. Het is denk ik crimineel onverantwoordelijk om deze regering nu niet te maken. Ik wik mijn woorden, echt crimineel onverantwoordelijk. Egbert Lagarde moet het dan proberen van de koning. Samen met Conor Rousseau probeert hij met vallen en opstaan de Vivaldi-coalitie op de been te brengen. Maar als de koning u dat vraagt, dan probeer ik om zelfs dat onmogelijke terug mogelijk te maken. Sinds 23 september voeren Alexander De Croo en Paul Magnet echte regeringsonderhandelingen. Bijna anderhalf jaar na de verkiezingen eindelijk met resultaat. En de Vlaamse partijen die met deze regering in de coalitie belanden, die zijn heel scherp in hun reacties. Zowel de PvdA op links als de N-VA en Vlaams Belang op rechts geloven niet dat de nieuwe regering het land kan geven wat het momenteel nodig heeft. Ik ben absoluut niet gelukkig. Deze regering is het omgekeerde waar de Vlamingen voor gestemd op 26 mei 2019. Men spreekt over Vivaldi-coalitie van vier seizoenen, maar het blijkt dat het vier keer winter is voor de Vlaming en ze mogen de factuur ook nog betalen. Dat is onaanvaardbaar voor het Vlaams Belang. Ja, als je oproept tot verbinding, zou je toch de meerderheid van je eigen gemeenschap moeten kunnen mobiliseren in zo'n regering. En de tijdsduur, het is al langer mijn indruk dat die wordt gebruikt om eigenlijk de kiesuitslag te doen vergeten. Om de mensen zo wanhopig te maken in die onbestuurbaarheid dat ze eender wat slikken en al blij zijn dat er een regering is, ook al staat die compleet haaks op de kiesuitslag
waar de twee grootste partijen in de oppositie worden geduwd, wat nergens in de democratische wereld gebeurt. Een premier uit de zevende partij van het land is buiten Letland nergens in de wereld het geval. Ik denk dat het sociale oppositie meer dan nooit gaat nodig zijn. Dus na 1 week onderhandelen blijkt dat de liberalen de essentie hebben gewonnen, dat er continuïteit is met de vorige regering, dat er geen vermogensbelasting is, dat de pensioenleeftijd niet naar 65 jaar gaat en dat de lonen geblokkeerd blijven. En dus op al die terreinen zullen wij een heel stevige oppositie voeren. Het is een bitsig en chaotisch schouwspel geworden. Het eerste presidentiële debat in de Verenigde Staten tussen de rivalen Donald Trump en Joe Biden. Straks de opvallendste momenten en commentaar van onze correspondent. Maar eerst de corona-app, want die is klaar en we kunnen hem nu allemaal downloaden. Corona Alert, zo heet de applicatie. En ze zal ons waarschuwen als we in de buurt geweest zijn van iemand die een positieve coronatest heeft afgelegd. De app moet een belangrijke aanvulling vormen op de contactopsporing. Het is dus een extra wapen in de strijd tegen het virus. Het is natuurlijk een feit dat onze contactopsporing reeds enige tijd werkt via de callcenters. Dat blijft ook voor alle duidelijkheid. Maar voor die mensen die je niet kent, die contacten die je toevallig tegenkomt, denk maar aan een winkel, denk maar aan het openbaar vervoer of bij een cultureel of sportief evenement, ja, die kun je gewoonweg niet doorgeven als je gebeld wordt. En daarvoor zit een belangrijke extra zijn. Iedereen die een smartphone heeft met recent besturingssysteem toch kan Corona Alert gebruiken. De app is niet verplicht en hij is ook gratis. Maar hoe werkt hij juist? Tim Verheijden legt het ons uit. Corona Alert heeft de ambitie om gebruikers snel te waarschuwen als ze in contact zijn geweest met iemand die positief testte op corona. Want een smartphone onthoudt gewoon nu beter dan wie ook met wie we allemaal in contact zijn geweest. De Corona-app communiceert met andere appgebruikers via de Bluetooth van je telefoon. Bluetooth is hoe telefoons kunnen communiceren met elkaar op korte afstand. Dat kan dus iemand zijn naast je op de bus, op het werk of aan de tafel naast je op café of restaurant. Het houdt voor iedere gebruiker een lijst bij met alle telefoons die voor minstens 15 minuten bij jou de laatste weken kort in de buurt zijn geweest. De telefoons registreren dat aan de hand van korte codes die ze uitwisselen. De app houdt dat automatisch bij voor elke appgebruiker op de telefoon. Niet elke gebruiker, maar enkel de gebruikers die voor minstens 15 minuten ongeveer op een afstand van 1,5 meter in de buurt waren van de besmette persoon. Moest iemand nu in jouw lijstje positief testen bij de dokter, dan zal de app een rood signaal doorgeven aan iedereen die lang in contact was met die persoon. Je groene en veilige status zal veranderen naar een rode status. Dat wil zeggen dat je een hoger risico op besmetting hebt, daarom niet besmet bent, maar een hoger risico loopt. Je zal instructies krijgen en je kan je laten testen. Het is ook niet omdat je een groen scherm hebt dat je safe zit. Je kan natuurlijk altijd iemand tegenkomen die besmet is, maar daarom geen symptomen vertoont. Zie de app dus niet als een vaccin. En wat met die Bluetooth-technologie? Daarvan zeggen wetenschappers, andere wetenschappers dan weer, dat dit niet de juiste technologie, nog de juiste app is om de strijd met corona aan te gaan. Is de app dus een wondermiddel? Nee. Kan het de contactopsporing helpen? Ja. Maar zoals alles bij de contactopsporing hangt veel af van de goodwill van de mensen om hieraan mee te werken. En dat blijft afwachten. Ja, die app is dus niet het, maar wel een middel om het aantal besmettingen te doen dalen. Voorlopig blijven de coronacijfers voor ons land nog altijd stijgen wel. Vorige week hadden we gemiddeld 1551 nieuwe bevestigde besmettingen per dag. 9% meer dan de week ervoor. In de ziekenhuizen liggen op dit moment 716 coronapatiënten. 150 van die mensen hebben intensieve verzorging nodig. En het aantal overlijdens dat zit gemiddeld op 4 per dag nu. Nu, in totaal zijn we over de grens van 10.000 sterfgevallen gegaan. Exact 10.001 mensen zijn sinds het begin van de crisis overleden aan COVID-19. En we zijn er nog niet, want het aantal overlijdens neemt weer toe. Gisteren en eergisteren bijvoorbeeld telkens weer 10 sterfgevallen. Het is niet geheel onverwacht, want we zien wel al een aantal dagen dat het aantal besmettingen ook bij 70-plussers is aan het toenemen. En daarvan weet je dat zich dat vroeg of laat ook gaat vertalen in meer overlijdens. We krijgen ook indicaties dat er meer uitbraken zijn in woonzorgcentra. En ook daar weet je dat dat kan leiden tot extra overlijdens. Dus we moeten wel heel waakzaam blijven. A lot of people died.
And a lot more are going to die unless he gets a lot smarter, a lot quicker. So, Mr. President? Did you use the word smart? You graduated either the lowest or almost the lowest in your class. Don't ever use the word smart with me. Oh, give me a break. Because you know what? There's nothing smart about you, Joe. Ja, beleefdheid en rust waren ver te zoeken tijdens het eerste debat tussen de Amerikaanse presidentkandidaten Donald Trump en Joe Biden. De moderator moest vooral Trump geregeld tot orde roepen, omdat hij Biden voortdurend onderbrak. Desondanks ging het over belangrijke thema's als corona, racisme en de betrouwbaarheid van de verkiezingsuitslag. President Trump ging niet alleen in de clinch met zijn tegenstander Joe Biden, maar ook met de moderator Chris Wallace, die vragen wou stellen, maar daar niet altijd de kans voor kreeg. Maar ondanks de chaos kwamen er toch wel belangrijke thema's aan bod. Biden viel Trump frontaal aan omwille van zijn aanpak van de COVID-crisis. Dat een vaccin er snel zal zijn, nog deze herfst zoals Trump het voorstelt, dat gelooft hij niet. Do you believe for a moment what he's telling you in light of all the lies he's told you about the whole issue relating to COVID? He still hasn't even acknowledged that he knew this was happening, knew how dangerous it was going to be back in February, and he didn't even tell you. Trump zei dat hij erger voorkomen had door de grenzen te sluiten voor buitenlandse reizigers. If we would have listened to you, the country would have been left wide open. Millions of people would have died, not 200,000. Het debat werd nog grimmiger toen het protest ter sprake kwam tegen racisme. Protest dat soms gewelddadig wordt, maar ook de rechtse blanke milities, zoals de Proud Boys, die soms geweld gebruiken. Trump kreeg de vraag of hij die ook tot de orde wou roepen. I'm willing to do anything. I want to see peace. Then do it, sir. Say it. Do it. Say it. Hold on. Give me a name. White supremacists and right Proud Boys. Stand back and stand by, but I'll tell you what, somebody's got to do something about Antifa and the left. Trump kreeg Biden echt kwaad toen hij een erg persoonlijke aanval lanceerde tegen zijn zoon. Hunter got thrown out of the military. He was thrown out, dishonorably discharged. That's not true. It wasn't dishonorably. Cocaine use. Dat was het dieptepunt van een debat dat eigenlijk nooit een hoog niveau haalde. We gaan rechtstreeks naar Cleveland, waar Björn Soenes, onze correspondent, het debat natuurlijk ook gevolgd heeft. Dag Björn, Trump heeft heel veel aandacht opgeëist, dat mogen we zeggen. Maar vriend en vijand keken natuurlijk ook naar Biden. Want de vraag was of hij de test wel zou doorstaan. Wat denk je? Is dat gelukt? Wel, eerst en vooral toch zeggen, het was niet alleen geen hoogstaande vertoning, het was eigenlijk een schandelijke vertoning. Daar zijn bijna alle waarnemers het erover eens. Het slechtste debat in de presidentiële geschiedenis. Rauw, ruw, onbeschoft enzovoorts. Dus dat vooraf. Joe Biden, daar waren de verwachtingen heel laag gespannen. De vraag was, gaat hij het einde halen? Gaat hij voldoende energie hebben om zijn punt te maken? Gaat hij uit zijn woorden komen? Daar kunnen we zeggen, hij heeft die lat gehaald. Hij had voldoende brandstof om dat einde te halen. Het was geen groot overschot. Je zag ook duidelijk dat hij soms dingen had ingestudeerd. Hij was zeer goed voorbereid. En ongetwijfeld moet Donald Trump dat geweten hebben. En probeerde hij vanaf het begin af aan de strategie toe te passen om Joe Biden voortdurend te onderbreken bij elke zin die hij startte. Als bijvoorbeeld Joe Biden zei, mijn tweede punt dat ik wil maken, dan zei Donald Trump, tweede punt, u zult altijd maar een nummer twee zijn. U zult nooit de nummer één zijn. Voor de rest bleef Joe Biden meestal kalm. Hij ging niet in op de verwijten. Hij zei wel nu en dan, zou je eens ophouden met mij voortdurend te onderbreken? Will you shut up? Hij noemde de president ook de slechtste ooit. Hij noemde hem een leugenaar. Op een bepaald moment ook clown. Dus hoogstaand was het geenszins. Maar Joe Biden was op het podium, dat kunnen we toch wel zeggen, de meest fatsoenlijke, de minst ruwe op het podium. En hij had een slim trucje bedacht om de kiezer rechtstreeks aan te spreken. Hij keek recht in de camera en zei tegen de kiezers wat hij te zeggen had. Maar meestal kon hij zijn punt niet maken. Hij heeft ook enkele keren op vragen niet geantwoord. Moet het Hoge Rechtshof worden uitgebreid? Ik ga daar niet op antwoorden. Dus we bleven met vragen zitten. Op Fox News werd er gezegd, kijk, met Joe Biden heeft de president de vloer aangeveegd. De president wint. Alle andere zenders, alle andere commentatoren zeggen het was een beschamende vertoning. Joe Biden was de enige met fatsoen op het podium en werd voortdurend aangevallen door een president die
ontketend was, nog meer dan hij normaal op Twitter is. Hij was als een furie die over iedereen en alles heen walste, inclusief de moderator. Ja, over de vorm valt veel te zeggen. Toch even terug naar de inhoud, want iets wat nog niet in het verslag zat, Björn, is een belangrijk thema toch ook, het verloop van de verkiezingen zelf, of die wel eerlijk zullen verlopen. Wat is daar nog over gezegd? Wel, het was een bijzonder donker einde van een debat, want aan de president werd gevraagd: kunt u garanderen dat u de uitslag zult accepteren en gaat u uw aanhangers oproepen om de kalmte te bewaren bij eventueel verlies? En daar wou Donald Trump geen garanties geven. Hij zei zelfs: kijk, ik ga mijn aanhangers oproepen op verkiezingsdag massaal naar de stembureaus te gaan om te kijken, om te controleren. Hij begon opnieuw over massale fraude, dat er stembiljetten zijn gevonden al in vuilnisbakken, in de grachten, in de sloten. En hij zei: het is nu al de meest frauduleuze verkiezing ooit. En het zal maanden duren, zei hij, mogelijk voor we een verkiezingsuitslag hebben. Dus een bijzonder donker einde. En ja, het getuigde niet van veel zelfvertrouwen bij de president. Hij verwacht blijkbaar niet dat hij makkelijk gaat winnen, aangezien hij nu al over een frauduleuze verkiezing spreekt. Dus een donker einde van een zeer somber en ontgoochelend chaotisch debat. Oké, er komen er nog twee aan, Björn. We zullen zien hoe die verlopen. Dankjewel voor je commentaar hierbij. En dan draai ik mij rechtstreeks naar jou. Dag Katrien. Sportnieuws met voetbal en een teleurstelling, denk ik, voor Gent. Hè? Ja, het is niet gelukt. Het mirakel is er niet gekomen, Goedele. De Champions League-droom is voor AA Gent voorbij. Het wordt Europa League voor de Buffalo's. In de laatste voorronde hadden ze thuis al met 1-2 verloren tegen Dynamo Kiev. En gisteren in Oekraïne ging Gent ook onderuit. Kansloos met 3-0. Vooral verdedigend liep het slecht. Gent begint met goede moed aan de match, maar na 10 minuten spelen staat het al op achterstand. Bujalski werkt af met een subtiel hakje, 1-0. Dynamo Kiev drukt dan meteen door. Gent komt goed weg. Dit schot gaat tegen de paal. Het is een moeilijke avond voor de Buffalo's, maar na defensief geklungel krijgt Bukari de kans op de gelijkmaker, maar hij mist. Dan krijg je één heel grote kans, met dat verschil dat wij dan niet scoren. Dus vandaag was het een zaak van efficiëntie. Dus van momenten nemen. En wij hebben die momenten niet genomen. En daarnaast schieten de Buffalo's zichzelf ook in de voet. De Oekraïner Plastoen helpt zijn landgenoot een handje in de 16. De bal gaat op de stip. 2-0. Vlak na de pauze valt ook de derde goal na een strafschop. De overtreding is van Nourio en Rodriguez zorgt voor 3-0. AA Gent verdient zelf ook nog wel een doelpunt, maar de bal wil er gewoon niet in. Gent verliest in Kiev en zal dit seizoen geen Champions League spelen. Er moet wel heel hard gewerkt worden op die punten wat beter moeten. Dan denk ik vooral op defensief vlak. Dit zijn wedstrijden waar je zo enorm naar uitkijkt, die dat je hoopt, die dat je kunt nemen. En dan is het toch even toch weer die tik die je krijgt. De Rode Duivels komen volgende week weer samen voor een oefenwedstrijd tegen Ivoorkust donderdag en voor twee duels in de Nations League. Op 11 oktober spelen ze in Londen tegen Engeland, op 14 oktober in Reykjavik tegen IJsland. De bondscoach heeft zo net zijn selectie bekendgemaakt. 33 spelers heeft Roberto Martinez opgeroepen. En daar zijn 5 nieuwkomers bij. Sebastian Bornau, Joris Kayembe, Dodi Luquebacchio, Alexis Salemakers en Zinho van Heusden. Ook Eden Hazard zit bij de selectie. Hij herstelt nog altijd van een langdurige enkelblessure. Of hij daadwerkelijk in actie kan komen bij de Rode Duivels, hangt af van de twee wedstrijden die zijn club Real Madrid deze week speelt. We expect that Eden can conclude the final part of his bit of pre-season with the game that they have tonight and the game on Sunday. So if Eden could be involved in those two games, he will come into the national team. If for a reason Eden is not involved in those two games, then we'll carry on working individually with Real Madrid and he wouldn't be involved in the games with the national team as you would expect. De volledige selectie vindt u op onze website sportsa.be. En dan wielrennen. De Nederlandse Anna van der Breggen is niet te stoppen. Ze heeft nu ook de Waalse Pijl gewonnen, al voor de 6e keer op een rij. Na haar dubbele goud op de wereldkampioenschappen in Imola
En met in de voorbije 5 edities van de Waalse Pijl telkens de zege, is Van der Breggen de absolute topfavoriete. En ze maakt het ook waar. De beslissing valt op de Muur van Hooi en daar is Van der Breggen alweer de beste. Met 6 overwinningen is Van der Breggen de absolute recordhoudster in de Waalse Pijl. Nu zijn de mannen aan de slag. Zij zijn eraan begonnen in Herve. De start is gegeven om 11:30. De renners moeten 2 keer de Muur van Hooi over en de aankomst ligt ook nog eens bovenop de verschrikkelijk steile muur. De winnaars van de voorbije jaren, de Fransman Julien Alaphilippe en de Spanjaard Alejandro Valverde, zijn er niet bij. Kersvers wereldkampioen Alaphilippe neemt nog rust en werkt toe naar zondag, naar Luik-Bastenaken-Luik. In hun afwezigheid wordt de koers misschien wel anders dan de voorbije jaren. En lijkt de grootste favoriet Tadej Pogacar, de winnaar van de Tour. Ja, yeah, arrival is good for me. It's not perfect. I don't. I mean, there are a lot of contenders that are more punchy than me. So, yeah, we will see how the race will go. And I hope, yeah, I can find myself in the mix for the top places. I think the climb is for sure. It's good for me. It's with me. But it's, yeah, I don't know. It's hard to say. We have to see in the race. But for sure, it's not a bad climb for me. Je hebt hier al vaak geprobeerd om te anticiperen. Is het vandaag mogelijk? Omdat het toch een beetje anders is zonder ex-winnaars. Ja, het ziet er zo naar uit dat het zal heel moeilijk te controleren zijn. Met de nieuwe parcourswijziging is het ook een beetje lastiger. En er is geen echte supergrote favoriet in de start. Dus die kans zit er wel in dat, dat ontsnapping in het finale wel voorop kan blijven. Ja, dit jaar is er wel weinig controle. Omdat, er zijn best wel veel ploegen die een kopman missen of die wel een kopman hebben, maar dat hun renners, zeg maar de andere renners, niet super zijn. Dus het wordt wel misschien iets ongecontroleerder in de finale dan we gewoon zijn. Maar ik denk dat we toch gewoon gaan sprinten op de Muur van Hooi eigenlijk. Ja. Normaal gezien had vandaag ook de tweede rit in de Binkbank Tour moeten plaatsvinden. Een tijdrit in Vlissingen. Maar die is afgelast. In Nederland zijn de coronamaatregelen verstrengd en de Nederlandse burgemeesters beslisten geen koers toe te laten. Voor de komende dagen wordt er hard gewerkt aan alternatieve parcoursen. Voor morgen is dat al gelukt en staat er een etappe van en naar Aalter op het programma. Oliver Naasen zal er dan bij zijn. Na de massale valpartij in de openingsrit van gisteren had hij een grote bloeduitstorting opgelopen in het kapsel van zijn rechterknie. Naasen kon zijn knie niet meer plooien en moest over de streep geduwd worden. Maar een scan bracht geen andere blessures aan het licht. In het tennis heeft de Amerikaanse Serena Williams forfait gegeven voor de tweede ronde van Roland Garros. Williams, die 39 is, zou het moeten opnemen tegen de Bulgaarse Pironkova. Maar ze heeft nog te veel last van haar Achillespees. Na de US Open had ze te weinig tijd om die te laten genezen. Bij de mannen heeft de nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic, vlot zijn eerste ronde gewonnen in 3 sets. Maar het mooiste punt kwam op naam van zijn Zweedse tegenstander, Mikkel Immer. Een geweldige slag tussen de benen. Ook Djokovic steekt zijn bewondering niet weg. En wij gaan ons vanmiddag op de koers concentreren. De Waalse Pijl zit vanaf 2 uur op 1. Oké, dankjewel, Katrien. Elk nadeel heeft zijn voordeel. En zo geeft het nadeel van de coronacrisis als voordeel voor de afgestudeerden van de VUB dat ze hun diploma kregen in een prachtig decor. Op de mooie grote markt van Brussel namelijk. 3 dagen lang waren er daar proclamaties en vandaag waren de ingenieurs aan de beurt. Good, as a symbolic moment, you can all take your flush, bring it to the left. En zo stappen de afgestudeerde ingenieurs een volgende fase in hun leven in. Maar dan wel op de grote markt in Brussel. We hadden eigenlijk in eerste instantie ontzettend medelijden en mededogen met deze generatie van studenten die in heel bizarre tijden moesten afstuderen. Dus we hebben heel snel de beslissing genomen dat we toch fysiek gingen proclameren. Maar dan moest het in veilige omstandigheden gebeuren. Thomas Hoekens. Ouders en familie kijken van op de tribune trots toe hoe de naam van hun student afgeroepen wordt. Voor iedereen.
meteen op de Grote Markt. Want ze hebben het verdiend, vindt ook burgemeester Klose. Het was ook het jaar waar jullie plots de oren kregen dat de lessen werden opgeschort. En iedereen in zijn eigen bubbel zijn leerstof moest verwerken. Een receptie volgt er niet, maar een klein feestje allicht wel. Ik ben echt fier van Jinan en van zijn parcours. En ik wil mijn ouders bedanken, want ze hebben me steunen tout le long de mon parcours. Et sans eux, je pense que je ne serais pas arrivée sans leur soutien. Et donc voilà, merci. Ik neem aan dat u heel trots bent, hè? Ja, zeker en vast. Ja. Zo'n locatie dat maakt het helemaal af. In plaats van zo'n locatie in de VUB, het is wel, geeft de grandeur aan het evenement. Ja, it's a beautiful day. Ik denk dat er nog zijn die dat denken vandaag. Ik maak nog reclame voor Villa Politica tot slot. Om 14:00 op Canvas is dat vanuit het Vlaams parlement. Want daar wordt gedebatteerd over de septemberverklaring. Maar Linda de Win sprokkelt natuurlijk ook reacties op de nieuwe regering. De bevoegdheden die worden nog verdeeld nu en er moeten dan ook nog namen op alle posten geplakt worden. Dat houden we in de gaten uiteraard, maar na bijna 500 dagen kunnen we zeggen dat er een regering komt met aan het hoofd Alexander De Croo. Mooie dag verder. Heel graag tot straks. Wij hebben de voorbije dagen, een stuk van de voorbije nachten en deze ochtend gedaan wat lang, te lang, onmogelijk leek in ons land. Dit akkoord is een startpunt. Een startpunt van een andere manier om aan politiek te doen. De verwachtingen van onze burgers zijn enorm. In termen van gezondheid, uiteraard, welvaart, solidariteit, sterk en efficiënt, overheidsdiensten. En wij moeten het voorbeeld geven. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download nu gratis onze app.